Yo boys, top de kijkers in deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we op Black Ops 3. Vandaag zitten we weer op Black Ops 3 en vandaag gaan we weer iets leuks doen. En zoals jullie kunnen zien, als ik op Fight Bats kan klikken. En als ik op dit kakwoord weer ga klikken. Wat ik de vorige keer ook al verteld, als jullie de video hebben gezien van Black Ops 3. Kak dat woord ook niet uitspreken, dus nu nog steeds niet. En trouwens, ik heb een nieuwe stoel. Hey, was cool. Oké, let's go. Jongens, we hebben trouwens een nieuwe game modes. Nieuwe game modes wel. Dit is Black to Back. Dan ga je naar de store en dan ga je Black Ops 4 halen ofzo. Ja, dat geld heb ik nog niet om Black Ops 4 te halen. Maar dat jullie kunnen sowieso verwachten dat Black Ops 4 op mijn kanaal komt sowieso. Dus jongens, dan weten jullie dat ook vast. Maar jongens, vandaag gaan wij iets nieuws doen. En dat is de nieuwe game mode. Dus Snipe Only en Sticks and Stones. Sticks and Stones heb ik eigenlijk nog nooit meegekregen. Dat komt van vorige Call of Duty's, dat weet ik wel. Maar ja, only players 4% in playlist. Oh, dat is niet zoveel. Nou jongens, we gaan in ieder geval vandaag wel sniper only spelen. Dus vandaag gaan we alleen maar met snipers spelen. Dus het lijkt mij best wel handig dat ik nu een clashje ga aanmaken met alleen maar snipers. Voordat ik in één keer in een geval kom dat ik sniper only zit en ik heb geen sniper. Of ik krijg in één keer een random sniper. Dat zal het ook wel zijn. Ik weet het nog niet, in ieder geval. Dus hallo, controle. Oh, mag ik dat niet meer met... Hallo? Mijn controller. Oké. Nou, ik weet niet wat met mijn controller aan de hand is. Maar die had in ieder geval zin in. Merk ik nu. Kijk, ik druk hier legit. Oké, nu werkt het wel. Wauw. Extended Mac. Mag dat er ook nog opzetten? Game. Dankjewel. Legit, hij had er geen zin in. X-shift. Ja. Goed zo. Ja, dan gaan we naar stock. Nee. Ja. Stock. Ja. X-shift. Ik ga hem echt keihard x in. Nou, laten we naar de perk gaan. Afterburn is sowieso handig. Fast head is ook handig. En we hebben nog één ding over. Awareness is ook wel handig. Dan hoor je waar de enemies lopen in je headset. We zetten nog een leuk camootje erop. Voor de leukigheid. Omdat... Nee, we gaan hem niet prestige. Dat gaan we niet doen. Black market. Oh god, we hebben heel veel camootjes. Nou, dat deed ik zojuist legit net niet. Mijn controle had er zoveel zin in. Ouwe, ik weet niet. Wacht. We doen hem eens even opladen, joh. Deze video begint al serieus heel handig. Niet dus. Nou, let's go. Hij doet het weer. Let's go. We hebben een mooi dingetje erop gezet. Jongens, vandaag gaan we gewoon sniper only spelen op Black Ops 3. Ik ben heel benieuwd. Let's drop in the game. Let's go. Dat is gewoon echt... elke Amerikaanse YouTuber zegt... Let's drop in the game. Oké, let's go. We spelen Infection. En we krijgen gewoon legit volgens mij een sniper. Of we pakken de sniper die ik zo net heb aangemaakt. Maar dit is gewoon legit snipe only. Zo makkelijk is het. Dus we gaan gewoon een potje sniper spelen. En dat is het. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog nooit gespeeld. Legit, dus mijn... Ik heb ze in mijn hele Call of Duty geüpdate. En... Ja, dus dit is gelijk wat ik zag. Dus ik denk, oké, ik ga nu gelijk alles aanzetten. Mijn opnameapparatuur ga ik allemaal gelijk aanzetten om dit te showen. Want ja, ik wil al natuurlijk mijn first reactie maken. Oh, gelukkig heb ik hem. Oh, ouwe. Oh, dat is teammates. Oh. Gelukkig heb ik nou mijn eerste reactie van dit. Natuurlijk. Ho, 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 ho. Ouwe. Oh, ouwe. Ouwe. Je begint al met een dragon te scopen voordat het al. Oké. Mensen kunnen nu alsnog de dragon gebruiken. En dan met een elo scope erop. En dan rapid fire. Dan ben je heel OP bezig. Want dan heb je namelijk een soort AR. Ouwe, dit is net als Fortnite Sniper Shootout. Maar dit is een Sniper Only. Ouwe, je weet wel dat ik dit... Dit is niet slim dat ik dit nou ga spelen, hè. Maar ik doe... Jongens, wat... We gaan vandaag twee potjes spelen Sniper Shootout. Als het een beetje zo te snel voorbij gaat. Dit begint al slecht, jongens. Dat zeg ik je al eerlijk. Oké, holy shit. Dit is dope. Iedereen gaat nu met... Ouwe, ik moet toch inkomen, man. Gerrit Bokworst. Oeh. 29 meter. Oh mijn god. Wie de verste sniper kill maakt, staat als beste erin. Oké, dat is ook dope. Kijk, een hitmarker. Wie nou weer? Hoeveel... jammer dat dat er dan weer niet bij staat van hoe lang... Dit is nog een partij inkomen.
is net sniperen met Koen dit, man. Ik ben een beetje aan het concentreren, omdat dit mijn eerste potje van de dag is van Black Ops 3. Want vandaag heb ik... Oh mijn god, Floris. Weet je het? Oh, dragscope hier en daar. Ik ben echt aan het hardscope, jongen, als een motherfucker. Oh, die was wel dik. Maar jongens, we gaan vandaag weer twee potjes spelen. Van Sniper Shootout. Flikker op. Sniper only. Wat? Oh! Nee, nee. Op de tik-tak-tak-tik. Ja, op tikken. Precies. Jongen, moet dat nou? Mesgever. Doe nou eens. Oh, oh, oh. Maar jouw fast viewer schieter. Ah, tak. Ah. Kom nou, hier. Oh. Oké. Ja. Hatsee! Die... Oh, jij bent al dood? Oké, let's go. Jij denkt van, ik ga van graf en kist leren. Oh, Hatsen! Nee. Pats! Nee! Ha! Oh, die dragon, ouwe. Nee, schiet raak. Ik krijg echt pijn aan mijn duimen. Ha! Pats! Ha! Boe! Oké, ik schoot er legit net over zijn hoofd, anders had ik hem gehad. Oké, let's go. Ha, mijn duimen. Daar ben ik ook niet gewend dat ik in één keer heel veel gekke ronddraaibewegingen moet maken met mijn duim. Doe ik ook niet vaak. Holy shit, jongens. Dit is dope. Let's get it. Zat hier nou legit een enemy? Ja, we hebben geen UV in de lucht, hè. Dat hebben we namelijk niet. We kunnen namelijk ook geen scorestreaks aanzetten, dus... Ja, dat gaat hem sowieso niet worden met sniper, denk ik. Want ben je... Oh, oh, ho, ho, ho. Jullie denken van Floris, je bent echt zo'n noob. Ik raak jou makkelijk. Ik heb de laatste kill. Geweldig. Oh ja, trouwens, kijk. Deze stoel kan ook helemaal naar achter. Laten we dat nou niet doen, want dan is het een molletje greenscreen. Maar jullie denken waarschijnlijk van Floris, je bent echt zo slecht als een dikke banaan. Jongens, ik ga even oefenen. Geef me eventjes. En dan zie ik jullie zometeen in het tweede potje. Dan ga ik eventjes oefenen met kill game, met sniperen. Dan zien jullie mij zo meteen in het tweede potje. Maar voor mij is het dan niet meer het tweede potje. Maar ja, jullie snappen het wel. Dus ik ga even oefenen. Als ik eerder ben gekomen, zien jullie mij zo meteen. En ja, jullie zullen me zo meteen wel zien. Dus het is fucking dope dat dit in Black Ops 3 is. Alleen maar sniperen. Dus jongens, ik zie jullie zo meteen in het tweede potje. Nou boys, daar zijn we dan weer in het tweede potje. Voor mij ongeveer al het derde potje of zo. Dus, of vier. Ik weet niet hoeveel potjes ik heb. Voor mij heb ik twee ingekomen of zo. En dan, oké, laat me zetten. Ik heb twee inkompotjes gespeeld. God, wat is dat moeilijk om te zeggen. Tering. Nou, eigenlijk totaal niet, maar oké, let's go. Ik heb weer twee inkompotjes gespeeld. Dat is redelijk te doen. En dan kan je het ook wel een beetje zien dat ik ingekomen ben. Ja, oké, let's go. Ja, dan kom je van links, je lekker! Godverdamme, jongen, wat een kakkind is dat. Oh, boterham met pindakaas. Wat is er nou weer jammer? Wat zijn jij daar te... Oh, fuck. Nee, jij met je penel 6. Ja, lekker! Vuile dicht dat je er bent. Dicht in een pannenkoek. Je moet even dat niet doen. Die penel 6, jongen, dat is ook zo schrup. Ga nou dood! Als hij nu... Ja, lekker! Zo, die pannenkoek moest ik heel eventjes naar beneden dragen, hoor. Want dat Jor is echt niet gezond, hoor. En 10 meter kom je helpen. Bats! Ja, hitmarker! Let's go! Gadverdamme! Kakzooi! Teammate, je hebt even een dubbel kill. Maar, huh? Oh, kak. Oh, waar ben ik? Oh, dit is heel slecht. Oh mijn god, ik ben gewoon geturnd als een... Tiki... Oké, dames en heren, mensen kunnen beter snipen dan mij. Dat was ik al zo... Ah la la, ja la 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 la. Dikke camper. Wat een kakcamper. Ja, wat is een viezerikke stad. Ja, het glitch. Wow. Kakkend. Ja, team is hebben, maar als je... Oh, kak. Nee. Ja, jongen, je verpest me dubbel kill, man. Ouwe dikke dildo. Vuile pizza bezorgen dat je er bent. Jongen, gay, wat doe je nou? Kom op. Nee, jongen. Zwaaiende inktvis. Ga. Die kerel, die doet alsof dat het niks is, man. Oh, nee. Ah, gerne. Ha. Kom weg. Help. Oh, kak. Ja, tuurlijk. Ja, kom er ook maar bij. Tuurlijk.
Ik denk, nou, dan gaat het goed, weet je wel. Kom dan, Jorga, met zijn dragon. Ping, 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 ping. Oh ja, trouwens, dames en heren, ik wou nog even vertellen dat een P06 met Elo niet kan. Ja, dan wou ik nog even vertellen dat P06 met Elo, dat gaat dus gewoon totaal niet. Dus wees daar maar blij om. Een P06, zei ik nou? Nee, een Dragon bedoel ik. Ouwe. How much ammo do you have in that clip, man? Holy shit! Als mensen niet... God, gloeiende gloeilampen. Hey, jongen, ik vlieg daar nog... Ik lig daar heel even op de grond. Ik glijd heel even als een dikke zeepingwing. Glijd ik heel eventjes over de grond heen. Om heel eventjes te verplaatsen. Dan komt meneer P06 aan. Hallo! Zwaar. Oes. Ik mag gewoon niet... Dames en heren, ik word gewoon zojuist gewoon compleet gebonjourd van het leven. Ga je gewoon liggen? Denk je daarvan? Komt u maar in mijn richting lopen. Ja, dat gaat. Ja, net als ik opsta. God, net als ik opsta komt de hele ploeg van Jan Willem eraan. Jongen, ga nou eens even. Doe dan alsjeblieft eerder op tijd dan. Ja, nee, ga dan door. Ik ben net zo scheef voor het naar. Nee, voor dat ben ik nog beter. Dat ik een... Goh! En voordat ben ik beter in aimen en al die andere zooi, want dan doe ik het met muis. En muis gaat blijkbaar bij mij beter. Kan ik beter aimen? Oh nee. Ah, oh, zwerg, Joekel. Die beef, die hitmarkers. Daar moet je niet vrolijk van. Ja, lekker voor je. Hier. Oh, Gerda. Komt er nog in aan. Bats. Nee. Kak. Ja, lekker voor je. Bats. Nee. Ah. Ah. Nee. Ik wil een muur plaatsen. Ik ga een muur plaatsen, omdat ik Fortnite gewend ben. Maar dit is geen Fortnite, dit is Black Ops 3. Dan kan je niks plaatsen, dan kan je alleen maar schieten. Want normaal als ik er zoveel enemies op mij afkom zie lopen, dan denk ik zo van ik ga bouwen voor mijn leven en dan red ik het wel. Maar dit, dames en heren, dit is Black Ops 3. Je krijgt een hitmarker bij elke schot dat je godverdomme Jossie doet. Als ik helemaal voorover zit en aan het concentreren ben, ja dat klopt. Jij gele pingwing, jij witte pingwing, doeg. Oh shit, oh shit. Ah, twee, joejoe, je ziet me niet meer. Nee, toch wel. Kak zo, ja, P06 jongen, jouw ding is echt niet normaal zwaffelend. Ja, sorry. Dat ding is echt niet normaal. Ja, voor mij zit ik ook echt helemaal naar voren. I know it, I know. Oh, ik ben trouwens beschoten van links. Yo, Gerda. Ja, drie man. Waar zijn mijn teammates? Als ik rare geluiden maak, dames en heren, leg dat even weten in de comments. Parlingboer. Oh, eens. Misschien mag ik. Oh, daar je die gele. Hij die witte zaad zal weer. Gadverdamme. Nou, doe dat. Gadverdamme. Oh, dat was het teammate. Het is toch ook gewoon werkelijk waar niet te geloven gewoon. Je gaat veel te snel voorbij dit potje. Oh, wij staan keihard achter. Oh, get hunt. Fuck jou. Hier. Je dikke banaan dat je er bent. Je bent gewoon geturnd. Als een motherfucker. En vuile. Nassie schijf. Mami Goreng. Ja, kerel. Nou, natuurlijk. Kerel zat gewoon naast mij te schieten. Hè. Ik had niet eens door. Moet je nagaan. Nee, ja, daar zit. Nee. Hier, lekker voor je. Pat. Jij weet ook niet wat je aan het doen bent. Maar die kerel heeft me wel een paar keer gehad met zijn dikke aimbow. Aimbow, was dat dan? Kak. Ja, tuurlijk. Ja, hier, lekker voor je. Sniperkogel in je bakjes. Ja, ik kwam nu voor mij van mijn teammate dan, maar... Hè, van je teammates moet je het ook wel hebben. Ja, dan krijg ik een lekkere hit maken. Ja, lekker. What the fuck, jongen. Hey. Denk je een keer dat je goed te gaan als je met 22 om 9? Ja, dat is die kerel met die dragon, man. Die kerel speelt zijn poesie als een dikke banaan, man. Ik speel het nog leuk met een... Hoe heet dat ding? Locus. Ja, ga dan dood. Ja, uit de lucht. Bats. Ja, je doet het ook hetzelfde als mij. Bats. Ja, ik krijg... Hitmarker.
Parker! Verdomme! Dames en heren, zoals jullie kunnen zien, ik ben zojuist getroffen door een hitmarker. Was good. Nou, we zijn dames en heren weer laatste geworden. Ook al heb ik ingekomen. Zie je, dat was ik. Hoes? Er staan er drie op een rij. Kwik, kwek en kwak. Ze schieten geen een van allen. Ze lopen te kijken en ze kijken van die kerel van... Nou, wie zou ze als eerst hitten? Hij, ik of mijn teammate? Nou, wie was het? Oh, mijn teammate daar links. Ha, wat mooi. Jongen, zo ga je toch... Je gaat toch gewoon knallen met die dikke sniper van je... Nou, maar niet uit. We staan in ieder geval met 50 om 75. Nou, we staan 19 om 23. Het is niet echt de perfecte score op wat je wil zien. Maar we hebben wel fun gehad. Daar gaat het om. Dus, jongens. Als jullie deze serie van Fortnite leuk vonden. Precies. Jullie denken ook van Fortnite. How do you mean, bro? Nee, oké, okay, sorry jongens. Als jullie dit leuk vonden, sniper shootout, for fuck's sake. Sniper only game mode. Als jullie dat leuk vonden, jongens, geef dan sowieso eventjes een like. Ik zit veel te veel van mijn Fortnite in mijn hoofd of zo. Ik heb echt geen idee. Want zoveel vrienden zeggen dat altijd zo van... Hey, kom je sniper shootout, dit, dat, zo. Ja, nou, geweldig. Maar ik lief hem eventjes. Als jullie deze leuk vonden van sniper only... Laat het sowieso even weten in de comments. En laat sowieso even een like achter. Weet ik weer dat ik gewoon een mooie video weer heb neergezet. En ja, het was alweer een tijd geleden natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Sticks and Stones is morgen aan de beurt. Dus morgen zien jullie Sticks and Stones. En ik ben benieuwd wat dat is. Ik weet niet wat ik aan moet zetten. En wacht, ik ga eens even lezen. Free for all. Oh, free for all. Oké, okay, dus ja, ik tegen iedereen eigenlijk. En hun ook. Ja. Eliminate enemies using the NA Shadow Claw or a Ballistic Knife. Combat Axe kills will reset enemy score to 0. Oeh. Oké, okay, ik weet het al. Dus kijk. Als je een Combat Axe gooit, weet je wel, zo'n lek beltje. Wee! Als die in een persoon komt en je hebt een punten van 6 of zo. En dan gaat, ja, ik moet nog even lezen. Of ja, ik moet even lezen wat echt waar is. Dus als je 60 hebt, ga je gelijk weer naar 0 volgens mij. Ben je genaaid? Alleen bij de custom axe, weet je wel. Dus als je zo'n axe gooit en dat chicken. Dan lig je dood, weet je wel. Nou, dan word je score reset tot 0. Maar behalve als je met een Shadow Claw of een Blessed Knife schiet, dan hou je je score gewoon, maar dan ben je gewoon dood. Ja, precies. Maar jongens, deze video duurt alweer veel te lang volgens mij. Ik vond het leuk bij deze video. Dus tot de volgende keer bij de volgende video, jongens. Later!